deze nieuwe video van Polestar. We gaan het klaarmaken voor richting de school te gaan. Dus dat ben ik aan het doen. En, zo, kleren aan. Pookje aan. En dan kunnen we vertrekken, snap je? Dus ben ik niks mee bezig. Zoekjes heb ik al aan. Ondertussen. Kleren zitten helemaal aan. En dan kunnen we zo. Stel jezelf vertrekken voor het school. Het is nu 55, dus perfect. Niet te vroeg, niet te laat. Perfect. Zo. Ik ben nog heel moe. En voor de rest gaat het wel. Eigenlijk. Zo. Terug tegen beneden. Omdat de school is niet zo ver, dus. Ook niet te. Van alles te ondernemen, snap je? Ja. De verwarming brandt al zeer goed. Klein beetje. Zo, is het nog donker is, er zal wel wat sneeuw hebben gevallen, denk ik. Denk ik, weet niet. Zo. Moet ik het trui aandoen? Dat moet ik ook nog doen, dus ik ga het pakken. Helemaal klaar om erin te vliegen voor de school. Dus heb je idee. Dus raar als je dan niet moet. Ik doe een kap in je dingen. Dan ga je echt zoeken waar is die kap. Die muts eigenlijk. Zo, oké, okay, toch nog. Dus het is nog redelijk donker buiten. De muts. Zo. En dan is het alleen nog maar de rustig klaarmaken, het water erin doen en de gsm en dan vertrekken. Dus, let's go. Let's go, let's go, let's go. Het is een rustzak, ja, het is nu een grote rustzak. Normaal neem ik een kleine rustzak mee. Het is uittesten het water, ja, natuurlijk. Zo. Toch is het altijd vroeg, of dat je daar nu gewoon bent of niet. Het is toch altijd vroeg. Altijd wel van oké, we gaan dat moeten doen en daarom. Dus altijd is het zo. Kun je niets aan veranderen. Mondkapje moet je ook meenemen, nou ja, want dan moet je altijd veel. Oh, daar zit geen dingen aan. Dan wordt het zeer verplicht om mondkapje te dragen. Zo. Dan ga ik nog eens plassen en dan vertrekken we richting de school. Waar ik heel graag kom, trouwens. Al verduidelijking. Het eten dat we vandaag gaan eten is dit. Dit is nog de overschot van gisteren. Dus dat gaan we nu klaarmaken en ervan genieten natuurlijk. Hè. Dus we gaan het allemaal in de micro steken. We zullen eens een bordje pakken. Dat komt er. Zo. We doen het dus ook live op TikTok. Zo. Voilà. Welkom iedereen ondertussen. Ik ga het bijleggen.
Nice kapsel, dankjewel. Ik weet het ook wel. Het is allemaal een beetje omdat de kappers voorlopig niet open gaan, dat het er zo uitziet. Zwaar kapsel. Eet kaas. Waarom moet ik kaas eten? Geef me één goede reden waarom ik kaas moet eten. Nee, jij moet winnen. Wat ik dus vandaag gedaan heb op school, is eigenlijk heel veel leuke dingen eigenlijk. We hebben knutselwerkjes gemaakt en zo, dus dat was echt wel superleuk. Ik heb er ook wel van genoten eigenlijk om zo dingen te kunnen doen eigenlijk met de klas. Want ik vertel het niet welke school dat het eigenlijk is, maar ik vind het wel leuk om dat aan jullie te vertellen. Ik heb hier ook nog eens wat gekuist in de winkel geweest en zo, maar die dingen allemaal heb ik ook gedaan. Dus dat was ook wel heel tof. Dus dat zijn de dingen die we gedaan hebben. Dus en ja, je voelt al wel dat je zo echt zo welkom bent op school en zo. Ik ben gehoord dat de video van de Mystery Box heel goed is bekomen. Dat is 55 keer bekeken. Dus dat vind ik ook wel super leuk om te zien. Eigenlijk dat jullie ook zo eigenlijk iets hadden van, oh, dat is wel leuk om naar te kijken. Dus moest je ook nog wat ideeën hebben, plaats ze ik onder de video, want het is natuurlijk niet gemakkelijk in deze tijd om video's te creëren. Dus als je een idee hebt, laat ze even weten hieronder en dan gaan we zeker en vast video's laten maken eigenlijk. Dat is eigenlijk wat dat we gaan doen. Dus ik hoop dat je dit een leuke video vond. Dan zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn